Hallo leuke ballonvrienden en ballonvriendinnen. We zijn toegekomen aan ballontutorial video 39. En vandaag gaan we een uil maken. Zoals je hier achter mij kan zien. Wat heb je nodig om een uil te maken? Twee bruine 260 ballonnen. Deze blaas je op en je laat ongeveer een 4 tot 5 vingertjes over aan het einde. Een stukje witte ballon, een overschotje. Een stukje oranje ballon, een overschotje. En een blush ballon. Dit mag een gewone ronde ballon zijn, maar je kan ook een quick link gebruiken. Laten we starten. We hebben natuurlijk ook nog een stift nodig, een schaar en onze ballonpomp. Ik zou zeggen, neem je ballonnen erbij en laten we starten. We starten eerst met onze eerste bruine ballon. Maak een loop van ongeveer een 4 vingers groot. Zo. Breng je knoopje door de loop door. Als je dat doet, blijft je loop mooi staan en gaat deze niet meer losspringen. Maak vervolgens nog een tweede loop even groot als de eerste. En dan maak je een loop die eigenlijk bijna het dubbele is. Dus 8 vingers en een loop maken. En nu komt eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Wij gaan deze loop in twee delen. Zo. En we gaan de helft door deze loop duwen en de andere helft gaan we door deze loop duwen. Dus ik zal het proberen om dit zo goed mogelijk te laten zien wat ik bedoel. Dit is kant 1, nu kant 2. Zo, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dit krijgt. Dus je hebt eigenlijk twee loops die over de andere grote loop heen gaan. En hier heb je een gaatje en hier heb je nog een gaatje. Neem nu je overschotje van je witte ballon. Maak een bubbeltje van ongeveer 3 vingers groot. De overschot knip je los. Dat kan je nog gebruiken voor andere dingen. Ogen bijvoorbeeld. Knoop dicht. En nu gaan we dit eindje aan dit eindje samen knopen. En dit worden dan de ogen van onze uil. Ziezo. En zo maak je er natuurlijk twee. Die gaan we dan in deze openingen induwen. In de andere opening gaan we dat ook doen. En dan hebben we dit resultaat. Leg dit nu even opzij. Neem dan je andere bruine ballon. Maak hier een bubbel van ongeveer 4 vingers groot. Gevolgd door nog een bubbel van 4 vingers groot. Verbind deze twee bubbels samen. En opnieuw breng je knoopje door de twee bubbels heen, zodat deze niet meer losspringen. Dan maak je een bubbel die het dubbele is als de eerste. Dus een bubbel van 8 vingers. Gevolgd door een pinch twist. En dan gaan we een bubbel maken van 8 vingers. En deze gaan we dan verbinden met onze andere twee bubbels. Thank you.
De overschot van deze ballon hebben we niet meer nodig, dus knip maar los. En knoop maar dicht. Ziezo, het overschotje knippen we af. En kunnen we nog gebruiken voor andere dingen. Dan nemen we onze ronde ballon, of onze quick link in dit geval. Blaas deze goed op. En dan knoop hem nog niet dicht, hè. Maar hou hem opzij. En dan gaan we onze ballon, onze ronde ballon of quick link, gaan we afstemmen op de opening tussen deze twee grote bubbels. Dus laat een beetje lucht ontsnappen. Totdat je ziet dat hij ongeveer even groot is als de opening tussen de twee bubbels. En knoop dicht, maar knoop goed los. Zodat je eigenlijk nog een beetje speelruimte over krijgt, zodat je de ballon nog altijd een beetje in vorm kan kneden. Ja. De knoop gaan we verbinden met deze twee bubbels. Doe hem ook eventjes door. Ziezo. Dan gaan we dat. Voilà. Hij kwam even los, dus even fixen. Zoals we dat dan zeggen. Ziezo. Onze ronde ballon gaan we dus tussen deze twee ballonnen in duwen. En het eindje dat nog overblijft van de quick link ga ik verbinden in de face twist. Ziezo. Dan hebben we dit resultaat. Deze twee bubbels, dat worden de pootjes, dus die gaan we eigenlijk een beetje samendrukken en ook nog een halve toer gaan draaien. Ziezo. En dan hebben we dit resultaat. Ja. Dan nemen we onze bruine andere ballon. Dus onze bruine ballon en ons overschotje van ons oranje. Met het overschotje van de oranje ballon maak je eigenlijk hetzelfde bubbeltje als we gemaakt hebben voor de ogen. Doe juist hetzelfde met de oranje ballon, natuurlijk één keertje maar. En dan hebben we dat. En dit gaan we dan verbinden. Je ziet hier eigenlijk. De bruine ballon hebben wij eigenlijk niet meer nodig, dus die mag je zelfs al verwijderen. Zo. En knoop maar goed dicht. En je ziet dat je eigenlijk hier je knoopje nog hebt. En met de oranje ballon gaan we dit overschotje dat we hebben afgeknipt van ons bubbeltje. Dit gaan we verbinden in deze knoop. Het is een heel moeilijke uitleg voor eigenlijk een vrij makkelijke bewerking. Ziezo. Dan hebben we dat. En dan is het eigenlijk gewoon de bedoeling van onze andere ballon te nemen. En ons overschotje natuurlijk van onze oranje ballon en onze bruine ballon. Dat gaan we verbinden in de pinch twist die we hier hebben. Dus neem maar goed vast. En dat mag je dan in deze pinch twist gaan brengen. Ziezo. En dan hebben we eigenlijk onze uil. Met de pinch twist kan je eigenlijk het hoofdje van de uil een beetje op zijn plaats brengen.
En het bekje kan je dan ook nog een beetje op zijn plaats brengen. En dan is eigenlijk je uil al helemaal klaar. En dan rest enkel nog de afwerking. En de afwerking, dat doen we natuurlijk met een stift door te tekenen. Ik ga het nogmaals herhalen, zodat jullie al zo vaak gehoord hebben. Ik ben helemaal geen goede tekenaar, dus ik weet zeker dat jullie veel mooier gaan kunnen tekenen dan ik. Maar het is althans de bedoeling. Dan heb je al twee oogjes van de uil. En dan gaan we eigenlijk gewoon de vleugeltjes gaan maken. En de veren op de borst. Dit doe ik gewoon door uitjes te tekenen. Ik maak er op de borst eerst vier. Gevolgd door drie. Dan twee. En dan eentje. Zo, zie je? En dan doen we eigenlijk met de vleugeltjes hetzelfde. Dus dan maken we opnieuw, zoals je hier achter mij kan zien, de drie uurtjes. 1, 2, 3. En aan de andere kant hetzelfde. 1, 2 en 3. En dan hebben jullie een mooie uil. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Want dan zitten we al aan video nummer 40. Ik hoop dat jullie heel veel uiltjes gaan kunnen vangen. Want ik ga nu ook een uiltje vangen. Slaap zacht, lieve vrienden. En graag tot een volgende video. Dag!